Heel veel wachten. Dan doen we heel veel een intro maken samen, oké? Okay? Nee, je wil hooi eten. Oké. Okay. In deze video ga ik het hebben over het houden van een hengst. Ik heb twee ruinen en één hengst, dat is Carletto. Ik heb Carletto nu 8 jaar, denk ik. Ja, het houden van een hengst. Niet gaan snotteren in mijn gezicht. Het houden van een hengst is toch anders dan het houden van een ruin of van een merrie. Dus daar ga ik het met jullie vandaag over hebben. Nou, Carletto heeft een hengse paddock. Dat is iets hoger dan een normale paddock. Ze moeten wel in de paddock blijven voor de veiligheid. Als je niet professioneel in de paarden zit, is het altijd beter om je hengst te castreren. Maar als je ermee wil gaan dekken, Carletto is een goedgekeurde hengst, dan is het soms lastig om... Oh, hij is iets aan het doen. Ja, het is een hengst. We hebben het over hengsten. Carletto, dat is wel heel erg op de achtergrond. Carletto is een goedgekeurde Murgese hengst. Murgese paarden zijn hele sterke paarden die in staat zijn zelfstandig te overleven in de vrije natuur. Kuddes Murgese paarden leven vrij in het rotsachtige Murgesegebergte in Zuid-Italië. Door natuurlijke selectie hebben Murgese paarden door de eeuwen heen enorm harde en gezonde hoeven en pezen ontwikkeld. Carletto is de eerste Murgese ter wereld die Grand Prix startgerechtigd is. Hij heeft ook een enorm talent om te verzamelen en een heel dapper karakter. Ook een kind kan veilig op hem rijden. Ik krijg heel vaak de vraag, waarom zet ik Carletto niet bij Guus en Jaai in de wei? Een hengst heeft het instinct om te gaan vechten voor de merries. En dat vechten gaat er nogal hard aan toe. Het kan zelfs echt een dodelijke afloop hebben soms. Dus dat is geen spelen, maar dat is echt vechten. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen van hengsten die wel heel goed met andere paarden in de wei, met andere ruinen in de wei kunnen. Verder is het natuurlijk ook een hengst... staat ook apart, tenminste apart van de merries, omdat er anders de hele tijd veulens worden geboren. In het wild kunnen paarden kilometers ver vluchten van elkaar als een hengst een in zijn ogen concurrent wil uitschakelen. Gedomesticeerde paarden hebben hier geen kans voor en als een paard wil vluchten voor een hengst, komt hij niet verder dan bijvoorbeeld de omheining van de wei. In de ogen van de dominerende hengst staat het andere paard nog steeds in zijn gebied. Gevechten kunnen daardoor verkeerd aflopen. Een hengst heeft net als merries en ruinen sterke behoefte aan sociaal contact en is nog sterker gefocust op zijn rangordepositie. Hoe meer een hengst wordt geïsoleerd, hoe heftiger die op andere paarden gaat reageren. Ook als je een hengst bijvoorbeeld tussen andere paarden in de bak rijdt. Het is heel belangrijk dat een hengst de hele dag samen met andere paarden naar buiten kan en hij in een kudde staat, ondanks dat er een omheining tussen zit. In het ideale geval kunnen paarden in dezelfde wei staan, maar ook met een omheining ertussen kunnen paarden in een groot deel van hun sociale behoeften voorzien. Ondanks dat wij mensen tussen paarden een omheining zetten, ontstaat er een kuddeverband tussen de paarden. Paarden reageren altijd op elkaars gedrag en communiceren voortdurend met elkaar. Soms is de communicatie tussen paarden zo klein dat veel mensen het gedrag niet zien. Maar toch is er wel degelijk sprake van een samenhang die de paarden met elkaar verbindt. Als je een hengst vanaf de geboorte goed socialiseert, kun je een bachelorgroep creëren met een vaste groep ruinen of hengsten waarmee ze samen staan. Daarbij is het beter dat er geen merries in zicht zijn en er ook geen geuren of geluiden van merries zijn. Ook moet de rangorde rust van de kudde niet te veel worden verstoord met het weghalen of terugzetten van paarden. Ook hengsten met een laag testosterongehalte zijn vaak goed samen te zetten met andere paarden. Als je hier bijvoorbeeld gewoon een Shetlander zou hebben rondlopen en Carletto die wil die Shetlander iets aandoen, dan kan die hier onderdoor. Als je deze balk weg zou halen, dan moet je natuurlijk daarnaast ook gewoon een paddock hebben, maar dat die in ieder geval kan vluchten. En op die manier kan die toch samen met een maatje, kan een hengst ook samen staan. Ik heb dat zelf nog niet geprobeerd, maar ik wil dat in de toekomst zeker gaan proberen met Carletto. Er wordt zo'n merrie uit de wei gehaald en die gaat voorbij Carletto's paddock. Dan kunnen jullie zien hoe Carletto daarop reageert. Damn, girls! Oh. Nou, ik doe even de merrie niet filmen uit privacyredenen. Op een merrie reageert een hengst vaak opgewonden en geïnteresseerd. Ik hoor vaak mensen zeggen, oh maak je geen zorgen, het is een ruin. Maar een hengst reageert dus op elk paard en is altijd bezig met zijn eigen positie tegenover een ander paard. Nu laat ik de reactie om een ruin zien die na de merrie voorbij kwam. Dit is dus een concurrent in Carletto's ogen. Op de ruin reageert hij vijandig en dreigend met zijn oren in zijn nek. Je ziet dat als Carletto in mijn richting loopt, zijn vijandigheid niet op mij richt. Dat is erg belangrijk, omdat hengsten ook hun agressie op mensen kunnen gaan richten. Wat ik ook heel typerend vind aan hengsten, is dat ze heel erg glanzen. Ze glanzen net wat meer dan een ruin. Meestal zijn er natuurlijk uitzonderingen. Carletto heeft ook echt een extra glansje over hem heen. En vaak zie je als paarden dan gecastreerd worden, dat ze dat glansje toch kwijtraken meestal. Al is baby Jaai ook wel heel erg glanzend en hij is gewoon een ruin. Dus het is niet altijd zo, die theorie. Verder hebben hengsten een extra dikke nek. Extra imponerende nek. En het is eigenlijk een grote vechtmachine is het, een hengst. Hé Carlet, je bent een vechtmachine hè? Ja. Wat ook typisch hengst is, is dat ze de hele tijd over de poep van een ander of ook over de poep van zichzelf heen willen poepen. En ja, je krijgt ook op den duur, als je de poep zou laten liggen, ik ruim het op, maar op den duur dan krijg je dus van die enorme poephopen, omdat ze de hele tijd over hun eigen poep heen poepen. Om mijn hengst te begeleiden heb ik een controller. Dat is deze, die klik je aan het halsje vast. En dan als hij wil gaan stijgeren, dan kun je druk op de neus plaatsen. En als hij dan rustig naar beneden blijft lopen, dan haal je de druk er weer af. Dus dit is de controle, die kun je aan elk halster vastmaken. Ik heb ook nog de Monty Roberts. Dus nee, die heb ik al heel erg lang. Sinds ik Carletto heb. Dit is mijn eerste hengstenhalster. En die werkt heel goed. Daar kun je ook een bitloos hoofdstel van maken trouwens. Maar als je aan de ring twee teugels doet. Dus dit is de Duali van Monty Roberts. Kijk hoor. Ja, hij is echt al heel oud, dus alles is al versleten. Maar deze werkt ook heel erg goed. Dus ik heb het allebei gekocht. Het is niet gesponsord of zo. Je kan ook een hengstenbit gebruiken. Maar dat vind ik zelf al heel erg... ja, dat gaat in de mond. En ik vind het zelf beter als er druk op de neus is en niet op de tong. Omdat het logischer is. Want als een hengst zo steil omhoog gaat en je geeft druk op de neus. Hij komt naar beneden, haal je de druk eraf. Dan leert hij dat omhoog gaan, dat dus druk veroorzaakt. Dat dus niet prettig is. Maar met zo'n bit in, zo'n hengstenbit, heb je eigenlijk, als die omhoog gaat... En hij komt naar beneden, kun je hem eigenlijk niet echt goed belonen. Want dat bit zit nog steeds in zijn mond en dus dat zit op zijn tong. Ik vind het zelf, het leerprincipe daarvan vind ik zelf niet zo prettig. Ik vind dit prettiger. En gelukkig gaat dit echt al 8 jaar gaat dit goed hiermee, om hem hiermee te begeleiden. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik hem hiermee begeleid. Ik heb Carletto met positieve bekrachtiging geleerd achterwaarts te gaan... wanneer de poort open gaat, zodat ik er makkelijk door kan. Verder heb ik een zweepje in mijn hand als ik andere paarden passeer tussen mij en Carletto's hoofd. Als hij opgewonden wordt, is het voor mijn veiligheid belangrijk dat zijn schouder naast mij rechtuit blijft doorlopen en hij mijn looppad niet blokkeert om door te kunnen lopen. Als een hengst opgewonden wordt, is het belangrijk dat hij vooruit blijft denken. Hengsten hebben sneller de neiging om omhoog te denken en zich groot te maken voor andere paarden. Wat ik zelf ook heel fijn vind om mijn hengst te begeleiden, is een longeertouw en niet een gewoon halstouw. Omdat een longeertouw is een stuk langer. En als ze dan de lucht ingaan en heel wild worden, dan heb je wat ruimte. En ik heb zelf wel eens, toen ik Carletto net had, deed ik het nog gewoon heel naïef met een halstouw. En toen ging die een keer de lucht in en toen werd ik dus omhoog getrokken. En toen is ook mijn hele mouw is gescheurd. Ik had gelukkig niet losgelaten, maar ik ging wel helemaal mee de lucht in omhoog. Dus dat raad ik iedereen aan. Als je een hengst hebt, gebruik een longeertouw in plaats van een halstouw. Dat is gewoon een stuk handiger. En dan voorkom je weer gevaarlijke situaties mee. Kom maar, hier. Ja, heel goed. Vooruit. Zo. Ja, naar achter. Naar achter. Ja, heel goed, naar achter. Ja, goed zo. Heel netjes. Keurig. Ja, kom maar naar voren. Daar. Ja, goed gedaan. Heel netjes, super. Nou, ook met rijden kan een hengst heel erg reageren op andere paarden. Ja, wat dan belangrijk is als je het gevoel hebt dat hij misschien wil gaan stijgen. Want een hengst gaat sneller stijgen dan een ruin of een merrie. Ja, met rijden, als dat gebeurt, is het belangrijk dat je ze voorwaarts houdt. En dat je naar voren toe drijft. Daardoor is het heel belangrijk dat ze goed aan je hulpen ook zijn. Het is bij een hengst nog belangrijker dan bij een ruin of een merrie. Nog extra belangrijker dat ze heel goed opgevoed zijn. Dat je zelf ook consequent bent. Ja, je moet streng zijn, maar wel op een manier dat je paard je begrijpt. Je moet niet zomaar je paard de hele tijd straffen zonder dat er een reden voor is. Je moet zelf echt wel weten wat je doet. Daarom is het een hengst is niet aan te raden voor mensen die minder kennis hebben van paarden. Wat ook anders is in het trainen van een hengst dan bij een ruin en een merrie, is het hengstengedrag, waarbij onder andere hormonen en andere interne processen een belangrijke rol spelen. Prikkels die bij een ruin en merrie wel werken, kunnen bij een hengst worden overschaduwd. Overschaduwen in een training betekent in de gedragswetenschap dat de focus zich bij twee gelijktijdige prikkels verplaatst naar de voor het paard meest aantrekkelijke prikkel. Als je een hengst bijvoorbeeld traint met voer, positieve bekrachtiging, maar er ligt mest op de grond, dan kan de hengst zijn focus gaan verplaatsen naar deze prikkel, dus de mest, en dus liever aan de poep ruiken en eventueel over de poep heen mesten, in plaats van zich te focussen op de voedselprikkel. Dapper is ook mee filmen, die zit op de directorstoel. Jullie kennen misschien wel hanengevechten. Dat zijn gevechten met hanen die dan vaak tot de dood aan toe met elkaar vechten. Vaak worden ook nog aan de poten allemaal enge dingen gedaan en zo, heel akelig. Maar je hebt ook, in sommige landen heb je ook hengstengevechten. Dat werkt zo, ze zetten dan een merrie in de arena. En dan twee hengsten laten ze komen en dan laten ze een beetje aan die merrie ruiken en dan aan elkaar ruiken. En dan komt dat vechtinstinct vanzelf naar boven. Ja, dan laten ze los en dan... soms is het tot de dood aan toe dat ze dan met elkaar vechten en dat is dan als entertainment wordt dat gebruikt. Medino Dino Jebron uit de Filipijnen en Network for Animals zetten zich in om hengstengevechten in de Filipijnen te stoppen. Met succes hebben zij al de helft van deze zogenaamde festivals, waar deze hengstengevechten plaatsvinden, kunnen beëindigen. Maar er is nog heel veel meer te doen om deze gruwelijke sport te stoppen. Dino's inzet en gevaarlijke werk heeft recent tot een doorbraak geleid. De sleutel hiervoor zijn de invallen. Bij 2 invallen die mogelijk zijn gemaakt door Network for Animals en Dino zijn 6 deelnemers opgepakt en in de gevangenis gezet. Dit heeft enorm geholpen en bendeleden zijn nu op hun hoede om opgepakt te worden. De paarden die worden gebruikt voor de gevechten zijn onschuldig en worden, net als met andere gruwelijke weddenschappen, zoals hondengevechten, getraind om te vechten tot de dood. Voor winst, voor vermaak. De tanden van de paarden worden geslepen om maximale bijtverwondingen te veroorzaken. Voor meer informatie over hengstengevechten ga naar networkforanimals.org. Vond je deze video informatief? Vergeet deze video dan niet te liken en je te abonneren op mijn kanaal, zodat ik meer van deze video's kan maken. Dankjewel! Caramba!